We gaan de kerstboom opruimen. Sorry kerstman, we leven in... We leven inmiddels al in mei. Maart. Maart. We leven inmiddels al in maart. Giveaway. Bij 4000 likes op deze video en reageer. Ik wil de kerstbal winnen, want bananen zijn groen. Maak kans om deze kerstbal te winnen, want hij kan van jou zijn. Een aandenken aan de kerstboom, jongens. Zo, kunnen we de kerstboom nooit meer vergeten. Het enige is dat het nu wel een beetje kaal is. Sebastian, wil je hier een gift neerzetten? Ik weet niet, een dansende of zo. Ja, nee, deze vind ik wel leuk. Leuke gif. Ik heb een goede gif uitgekozen. Kan je nu ook een gouden playbutton aan mijn muur hangen? Ooit. Ooit heb ik hem, jongens. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag. Nadat het opruimen van de kerstboom helemaal is goed gegaan, heb ik geprobeerd nog meer ledverlichting toe te voegen. Echter, ziet het er niet heel mooi uit. Het zijn allemaal stipjes hier, in plaats van één rechte lijn. Dus dat is dan weer net zonde. Maar goed, voor nu laten we het er lekker op. Hallo, lief vogeltje. Jouw broertje is doodgegaan. Zou ik je anders ook vermoorden? Nee, grapje. Daar ligt hij. Vogeltje. Dooie kwast. Kwast. En vlek. Free nog steeds. Ik sta hier bij mijn prachtige, wat is het? Kerk, kathedraal, plek waar de begraafplaats ook komt. En ik had vandaag zin om er lekker weer verder aan te werken, jongens. Ik ben net terug van skivakantie. Ik ga overigens over 4 dagen gewoon weer op skivakantie. Maar ik heb jullie eindeloze spams aan comments gelezen met... Jongens, weet je hoeveel tijd in een goede content fame video gaat voor mij? Niet zo zeuren. Allright, laten we een beetje progressie maken hier aan de voorkant. Een beetje progressie aan de achterkant. Ik zie een beetje vormen er al aan toevoegen. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Ik denk dat we wel een heel eind kunnen komen. Ik ben voor nu gewoon gelijk lekker begonnen aan het dak. Ik denk dat is misschien wel de leukste ding om mee te beginnen. Dat je een beetje echt de vorm krijgt te zien, weet je. Anders is het namelijk een heel eentonig iets. Alleen maar muren en zo. Dan is het voor jullie ook geen leuk om op die manier progressie te zien. En ja, dat gun ik jullie wel gewoon, hè. Progressie. Wat vinden jullie nou het leukste aan content fame? Dus laat het eens even aan mij weten. Kijk, ik vind progressie in Minecraft het leukst. Als ik gewoon kan zien wat ik aan het doen ben. En dan vooral zoveel fall damage neem. Nee, gewoon wat ik altijd leuk vind is om te zien. Als ik iets bouw, dat ik dan ook weet door heb wat ik bouw. En dat het niet alleen maar een beetje vierkante muurtjes zo zijn. Voor mij moet het wel snel moeten de details erin gepropt worden. Laten we dan ook gelijk hier het hout tussen doen. Zodat het plafond een beetje af oogt. Dus ook misschien wel af is misschien wat te ver gezocht. Maar dat ik daar niet meer zorgen over hoef te maken. Wat een simpel dak is dit om te maken, jongens. Vooral omdat het ik het gewoon vaker heb gedaan. Daar. Als ik dat nu gewoon hier een beetje herhaal, valt het ten eerste gewoon goed in de stijl. Dat het echt een beetje hetzelfde is. En ten tweede ziet het er ook gewoon nog eens leuk uit ook. Als ik het zo doe hier, kijk, hoppakee, zo. Nou, dat is toch prima. Nog wat leuke details op de stenen toevoegen en zo. In mijn cultuur noemen ze dat hele goede toeien. Kan je wachten op alle begrafenissen die er gaan komen als dit allemaal af is hier. Elk diertje dat op de server doodgaat, die komt hier terecht. Salut. Ook leuk om wat kleine afwerkingen hier een beetje detail aan toe te voegen, zoals dit. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Dat is top. Dat is mooi, of niet? Erg mooi, ja. Oh, zo mooi. Vullen we dit nu gewoon even heel simpel op, zoals dit. Maar dan kunnen we daarna details in toevoegen. Maar dan kan ik dit stukje even als klaar aanschouwen. Dat voegt wel gewoon wat rust toe aan mijn eigen bolle kop. Nou, lekker simpel ziet het eruit. Zo, let niet op de leaves daar, hoor. Dat was een trappetje. Oh, maar dit ziet er wel al goed uit, moet ik zeggen. Ik ben hier wel al tevreden mee. Met de vorm vooral, hè. Het gaat echt een beetje om de vorm nu, jongens. Laat ik nu ook de vorm van het grote dak erachter maken. En dan de toren misschien een beetje een beginseltje aan. En dan even tijdelijk nu een deurtje hier. Wat vind ik het ook eigenlijk heerlijk om dit soort dingen te bouwen, jongens. Van die veel te grote projecten vind ik eigenlijk echt veel leuker dan zo'n huisje. Dus ik heb ook besloten, als Floor het zelf wil, dat zij dan gewoon het huisje van Jordi en Justin mag bouwen in Content Veen. Of in Content Veen in het dorpje daar beneden. En dan blijf ik wel gewoon lekker dit soort dingen doen. Dit vind ik eigenlijk ook veel leuker om te doen. Zo'n lekker veel te groot project weer. Veel te groot gebouw. Laten we er nu ook gewoon het houten dak er weer tussen plaatsen. Dat zijn wel genoeg blokken. Nee! Oh, daar ging mijn een blokje. Het ene blokje was cruciaal, jongens. Mocht niet gebeuren. Even kijken hoe netjes ik dit er weer tussen kan doen. Ik zal vast wel een beetje netjes zoals dit kunnen weer, toch? Gewoon weer een beetje hetzelfde soort dak. Oh, wat mooi. Het is symmetrisch in het opzicht. Of perfect. Kijk, er hoeven geen extra dikke tussen te zitten. Het past gewoon precies. Dat wist ik trouwens. Dat heb ik expres gedaan. Ik dacht even kijken of jullie scherp waren. Oeh, dit ziet er goed uit hoor, jongens. Zo'n zijkant. Oeh, ja. Dit ziet er echt goed uit. Wat ben ik hier tevreden mee zover? Hoe ziet het er een beetje van de zijkant uit? Hoe daar? Dit gaat er goed uitzien hoor. Kijk, als ik nu ook nog zo'n lijntje zoals dit. Dat nou ook daar doe. En dan met die paaltjes ertussen die ook omhoog... Oh, hier ben ik tevreden mee. Goeie keuze geweest dit. Voegen we het dak aan de andere kant er ook gelijk aan toe. Zodat het natuurlijk wel symmetrisch is. Je ziet nu wel echt als je het zo aan beide kanten hebt gedaan. En een beetje die outline ervan gecreëerd hebt. Herken je wel dat het echt een kerk gaat worden. Eerst was het gewoon een gebouw. Maar nu als je het zo een beetje ziet. Dan op zich kan je toch wel die standaard kerk erin
herkennen, weet je. Gewoon een beetje een standaard kerkgebouw. Met een toren nog aan de achterkant. Ja, dat gaat echt een typische kerk worden dit. Maar dan wel extreem groot. Ik denk dat hij misschien nog wel de toren... Oh god, die toren kan nog wel eens net zo hoog worden als dat. Het kan mijn kasteel nog wel eens kleiner maken. Dan proppen we hier ook een nieuw dak ertussen. En die kan één op één hetzelfde zijn. Dat is het leuke eraan. Het is gewoon een soort thema wat je inmiddels gebruikt. En dan zou het, als het goed is, ja, ook perfect moeten passen weer. Oh, wat fijn, jongens. Kijk, ik kan jullie laten zien waarom dit perfect past. Telkens van die halve dingetjes erin. Een soort van halve maantjes lijken het wel. En daar komt het gewoon uit. Het komt gewoon precies uit. En hier verhogen we hem elke keer weer. Plaatsen we hier zo eentje op, zodat het dak een beetje diepte krijgt. Niet gewoon een strak plat dak is, want daar is ook helemaal niks aan. Proppen we dit er weer helemaal tegenaan. En dan herhaal je dat tot je bij het puntje bent. Kijk jongens, wel het tutorial bouwen. Wat dachten we daarvan, hè? Gast, dit kost zoveel hout. Ik heb nu de ene helft van het plafond of het dak hier gedaan. En moet je zien, de andere helft moet nog in mijn hout. Het is gewoon al bijna op. En ik heb voor mijn gevoel al zoveel hout gebruikt. Oh, ik hoop dat ik het red. Ik hoop echt dat ik het ga redden. Laten we even van een afstandje kijken. Ik ben een tijdje verder gaan bouwen. Het plafond zit er helemaal in. Of het dak, hoe wil je het ook wel noemen. En nu wil ik heel even van een afstandje zien hoe het eruit ziet. En aangezien het groot is het moeilijk om echt een goed afstandje te pakken. Maar op zich, als ik vanaf hier kijk... Jongens, dan ziet het er wel al goed uit, hoor. Moet je zien. Ik zie het al voor je. En die toren erachter. Oh, ik denk dat ik het zelf al voor me zie. Nog wat mooie palen aan de zijkant. En wat mooie details. En weet ik veel wat. En er komen natuurlijk nog raampjes in. En op deze dingen die hier komen ook nog, net zoals hier, wat van die paaltjes. Ja, dit kan er wel leuk uit gaan zien, hoor. Dit kan er zeker wel leuk uit gaan zien. Er zit zoveel hout hierin, hè. Het, echt vooral dit plafond hier. Dit dak, daar zit zoveel hout in. Kijk, ja, het gaat een beetje ogen uiteindelijk zoals dit. Zo met die randjes erbovenop, dat gaat er wel leuk uitzien. Hey, Robin is gejoined. Oh, oh nee. Wat kom je doen? Gewoon lekker. Wat kom je doen? Geen idee. Ik vind het heel eng dat jij hier bent. Het hoort helemaal niet. Wat doe je hier? Hoe heet het? Ik ging naar de ent toe. Naar de ent? Ja, ik ga de enderdringen even slaan. Doe dan. Oké. Okay. Wacht, Robin. Wij zijn toch de eigenaar van Cottet Veen? Ja, op zich. Laten we met z'n tweeën inbrengen verslaan. Kom, dan gaan we. Kom, ga je spullen pakken. Ik ga een colaatje halen. Lekker! Oh! En dan kunnen wij later in deze tempel hier links liggen. Wat is dit dan? Dit wordt bekerkt. Oh ja, ik hoor het al. Ik haat je echt. Het galmt. Geen schreef aan. Oké, wacht, ik pak even wat drinken, dan zie ik je zo. Laten we gelijk even een boog maken. Nu maar gewoon de Yeeter voor nu. Ik bedoel, de Yeeter is een heel originele naam. Heel origineel. Heb ik toevallig een unbreaking boekje? Nee. Kan ik misschien even unbreaking op mijn Yeeter gooien? Maar ik weet wel een villetje die dat heeft. Alleen welke dat ook weer is. Oh, die moet ik gewoon kopen op het winkel. Dat aardig moet toch nog voor eten langs het winkel. Dus doen we dat gelijk ook even. Blokken, ender pearls. Arrows. Wat heb je nog meer nodig? Volgens mij, ja, een bucket met water. Is misschien wel. Kan op zich wel een heel handig iets zijn. Zo. Nou, weet je, dan vind ik het voor nu wel prima. Een helm. Laten we toch maar stiekem een helm pakken. Hier een diamond helm. En een potion of strength. Nemen we ook mee. Zo. Laat ik er nu gelijk maar richting Robin gaan. En vanaf daar dan de nether portal in. Ik ben ook nog steeds zo blij met deze kamer. Hé, jongens. Gewoon mijn eetkamertje. Zo'n gezellige kamer. Op naar Kingdom Couch. Kingdom. Hé, je kan vanaf hier dat zien. Althans, mijn render disk staat niet echt hoog genoeg. Hier, kijk. Oeh, dat is leuk dat je dat kan zien. Hey, laten we bij jou. Ik ben nog even langs het winkeleiland. Oké, ik moet even wat vlees kopen. Ik heb ook 3 golden apples gevonden. Oeh, lekker. Sinds wanneer heb je trouwens dit soort armor? Die had ik al heel lang, maar die zat altijd in mijn ender chest. Nice. Trouwens. Wat? Ik wacht nog steeds tot het huis af is. Ik heb dit in je stream ben ik hier aan begonnen. Ja. Omdat jij me zou betalen, maar je hebt me ook nog niet betaald. Echt wel? Nee, ik krijg nog een filmpje van je. Dat was de betaling ook. Nee, maar ik zou je ook een oor van alles geven. Die heb ik je gegeven. Ja, dat klopt. Hij is trouwens outdated, dit. Heb je gezien voor wanneer ik voor de laatste tijd online was gekomen? Hou even op, zeg. Laten we even kijken of mensen in mijn vlog iets gekocht hebben. Wow, wat ben ik jongen. Snel! Waar ga je heen? Wat ben je dat? Hoe kon jij zo snel zijn? Ik dacht dat ik zo snel ging. Hoe ging jij zo snel? Hoe kon dat? Ja, kijk, let op. Waar ga je heen? Leeg. Oh, nou, mensen hebben niks gekocht bij mij. Nee, mensen kopen niks. Hey, wacht trouwens even. Ik heb 2 totem of nice. Ga ik gewoon hier verkopen. €20 per stuk. $20. Ik bedoel, dia. Oké, dan ga ik even wat eten kopen. Dan koop ik hier eventjes. Oh mijn god, ze hebben het helemaal veranderd. Food. Jeumig. Oké, 1, 2, 3, 4, 5 diamonds. Zo. Hoppakee. Laten we de netherporten pakken en dan naar de dingen gaan. Nee, Tauzi. Oké, volg mij. Het is een avontuur van 4 uur in de nether en dan nog 5 uur door de end, waardoor we de enderdragon kunnen verslaan. Dan wil ik graag een compilatie van alle leuke momenten tijdens deze rit.
Dit is een deel van de grappige momenten. Ik gebruik het water. Doe dan. Doe alsjeblieft. Ben je ready, Spaghetti, Robin, Flobin, nee, Flobin? Wacht. Wat? Nee, wacht. Oh, je bent we hebben geen bed. Oh, we hebben geen bed. Even halen. Een bed halen nu. Bed halen nu. Moet ik een bed halen? Ja. Oké, ga terug. En dan komen we weer terug hier. Nou, ik heb een... Mijn kaakje, echt. Waarom ben je zo... Hou op! Zijn geopend. We plaatsen het bed, Robin. Kom maar lekker in bed. Ga jij maar eerst. Ik wil weten of het veilig is. Ja, maar oké. Okay, maar wacht dan even 5 seconden, ja? Want anders krijg je weer zoiets. Als we op zo'n eilandje erbuiten spannen, dan ga ik eerst even een bruggetje maken. Oké. Okay, anders, als daar die draak overheen komt, ja, dan gaat het niet goed. Ja. Ah! Ja! Nee! Zei ik toch? Was dit 5 seconden? Ja. Waarom ben je helemaal wit? Je hebt het zelf wit. Ja, dat klopt. Maar alles is wit. Alles is zwaar. Ik doe mijn shaders even uit. Hier, dat op. Hoppakee. Ik was wel zo goed met boven. Hoppakee, there you go. Welke is er nou nog? Ja, die hier zeker. Kan je daar onderdoor schieten? Is dat een ding? Ja, kan. Kijk, daar op. Ga ik even laten zien hoe dat moet. Je doet zo. En dan zo. Hoppakee! Welke missen we nou nog? Welke heeft dat die? Was het volgens mij. Nee, alleen die. Alleen die. Alleen die daar. Welke? 35? 35? Wat heb je het over? Wat kut, ja, dat toch? We trouwens gewoon eens 2 doen. Ah joh. Help! Voor iedereen, voor elke content veler die dit ziet, je kan hem respawnen. Stik erin, zou ik tegen ze zeggen. Open zo! Zit er net in de kast. Auw, doe eens normaal. Auw, doe eens normaal. Sorry. Auw. Ah! Hé, hey, hij is daar. Kom, pak hem. Pak hem. Pak hem. Hier, op zijn bolle kop. Auw. Op zijn bolle kop. Hier. Hatsakee. Nou, dit is echt best wel makkelijk te doen, dit. We zijn gewoon rustig de draak een beetje aan het killen. Toen. Ik kan me nog herinneren in mijn vroegere jaren dat ik dit toch wel wat spannender vond. Spannend, ja, vroeger was het echt oprecht een beetje spannender. Hey, XP. Alleen ik heb free dance, XP. Jij niet. Wie hem krijgt? Oh, jij mag het hem. Is 1 XP bottle. Ja! Nee! Huh? Wat gebeurt er? Oh, maar deze. Ik heb de XP. Maar ik ben... Wacht even hoor, ik moet even terug. Ik stond blijkbaar al in de portal. Robin, vroeger als kind zijnde was het inderdaad altijd een beetje spannend. Ik wil vleugels. Ik wil Peter Pan zijn. Wings. Je wil Peter Pan. Oké. Okay. 1 deal. Ja? De eerste is van jou. Nee, ik is daar. Wat? Wat een spawn! Dat meen je niet! Wat een spawn! We spannen gelijk bij een end city! Oh my days! Wow. Oh, met een schip ook, hè? Oh dus my daar days. Zit een Eliteraro in. Een Lilaro. Oh, die gaan we pakken. Oh. Max, er is er nog één! Kijk daar! Oh, no way, inderdaad, met een schip! We hebben allebei zo meteen in de Ultra. Dan hebben we er allebei één. Oh, wat top. Wat top, ouwe. Dit is niet waar ik op had gerekend. Ah. Robin! Robin! Ja? Er is een bug met een schip! Wat dan? Nee! Hij is verkeerd ingeladen! Nee! Nee! Precies waar die lighthouse zit! Precies in het puntje! Hoe kan dat nou? Maar dat betekent ook dat de dinges weg is. Dat hoofd. Ja! Hoe kan dat nou? Ja, veer. Veer? Huh? Wat zeg ik allemaal? Ga Robin! Vlieg erheen! Doe het! Vergok het! Oh mijn god, hij haalt het ook nog gewoon, die Robin. Robin, ik heb geen dinges meer. Oh nee, 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 nee. Robin! 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 Ik red het niet! Help, nou! Ik red het niet! Oh, nee! Nee! Ik red het net niet. Oh, wat zonde. En ik heb ook helemaal geen blokken nu om erheen te gaan, Robin. Oh, mijn god, nee. Nee! Robin fell out of the world! Nee! Nee! Onze spullen! Nee! Robin! Onze spullen! Oh, dit is een reddingsmissie. Ik hoop niet dat hij mijn spullen ook bij zich had. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Oh, snel jongens, snel, zo snel. Dit is een reddingsmissie. Epische muziek, weet ik van wat mee dat hij er allemaal van maakt. Maar dit is een reddingsmissie. Jullie doen we zo. Zo, zo, en dan kunnen we erin. Oh, oké, snel. We moeten vanaf daar. Oh mijn god, daar is Robin. Huh? Maar Robin fell out of the world. Maar hoe komt hij er nog aan spullen? Hoe heeft hij dat zo snel geregeld? Zijn dat mijn spullen? Robin, wat is er gebeurd? Kom mee. Waar zijn je spullen? Ik snap er echt helemaal geen reet van. Hoe kom je aan mijn spullen? Zijn dat mijn spullen? Zijn dat jouw spullen fell out of the world? Hoe ben je daar sneller dan ik? Ik heb zoveel vragen. Goed. Ja. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ja, ik wil heel graag weten, wat is jouw verhaal? Hoe ben jij out of the world gevallen en alsnog sta je hier eerder dan ik met allemaal spullen? Nou, je denkt nu natuurlijk, jij vuile cheater.
Ja. Maar niks is minder waar. Ik kan het erop houden dat ik heel veel pech heb gehad. Ja, maar hoe ben jij in de wereld gevallen? Niks is minder waar. Ja, nou, dat ga ik je nu vertellen. Ja? Toen jij viel, moest ik erg lachen. Ja, snap ik. toen vroeg jij of ik jouw spullen wilde pakken. Nou, ja. Dus ik moest nog harder lachen, want ik denk, haha. Ja. Dus ik pak die Elytra. Ja, en je bent met die Elytra en al uit de wereld gevallen. En ik wilde je spullen gaan pakken. Ja. zonder die Elytra op mijn rug. Oh, dus je springt gewoon naar beneden. Ik spring gewoon naar beneden. En ik gebruik mijn vuurwerk, maar hij deed het niet. Oh. En toen palmde ik weer in de end. Ja. Ja. In de dingen. Toen lag er in de verte één enderpearl. Oh. De één enderpearl, ja. En toen ben ik dus weer door de portal heen gegaan. Hoe ben je zo snel daar gekomen? Huh? Ja, hoe ben je aan de andere kant gekomen? Nou, gewoon weer precies hetzelfde. Gewoon via... Ik wil die niet naar boven kijken, want ik... Gewoon weer via die dingen. En toen met de enderpearl weer daarheen. Oh, en toen met de enderpearl die kant op. Jongen, ja, ik ging nog even naar weer. Misschien was dat ook... Maar heb jij al mijn spullen? Zijn dat mijn spullen? Ja. Echt? Maar jouw spullen zijn wel weg. En de Elytra. Ja. Maar mijn spullen zijn gered! Yeah! Ik had nog één enderpearl over, maar... Ik dacht, die wil ik besparen. En jij zegt, laat maar raden, het draakhoofd is ook weg. Nee. Oh mijn god, mijn spullen. Oh, die is er nog. Oh mijn god, wat had ik veel spullen. Wacht even. Het gaat snel. Oké, dit dus. Dus allemaal dingen die mijn... Nou, mijn spullen zijn gewoon gered. Robin, ik waardeer je effort. Dat je mijn spullen hebt gered. Vond je het een leuk avontuur, Robin? We hebben zoveel geluk, maar ook zoveel ongeluk. Ik spring gewoon dat hele eind naar beneden. Zonder die elite... Oh, Robin! Wat? Nee! Oh, de XP. Oh, de tragische XP. Lukt het? Heb je een enderpearl nodig? Nee. Hier. Maar kom, we gaan terug, want dat komt dan wel een andere keer loot. Vond jij het nou ook net zo'n leuk avontuur als hoe wij het hebben beleefd? Laat dan zeker even een duimpje achter. En we gaan voor die 3011 likes. Laat ook even een reactie achter met hoe we dit de volgende keer beter kunnen doen. Kijk weer. Tot weer. Geniet van het weer. En geniet van het weer. Ja. Doei!